De ministers Albert Ramdien en Liesje Schrijnemacher uit Nederland willen de 4 beleidsgebieden waarop reeds wordt samengewerkt verder uitbreiden. De 2 ministers hebben vanmorgen een onderhoud gehad dat een voorloper is geweest op de bilaterale ontmoeting tussen president Santokki en minister-president Rutte. Er zal verder worden gekeken dan de samenwerking op het stuk van justitie en politie, defensie, financiën en volksgezondheid. Minister Ramdien ziet graag dat er op andere beleidsgebieden, zoals toerisme, landbouw en onderwijs, een samenwerking komt, zodat er wordt geprofiteerd van de technische bijstand die noodzakelijk is. Met minister Schrijnemacher is er ook gesproken over de restantmiddelen die ongeveer 18 miljoen euro bedragen uit onder meer het ontwikkelingsverdrag. Afgesproken is om in de komende weken heel nadrukkelijk na te gaan op welke wijze projecten die in dit kader zijn ingediend kunnen worden afgerond.